Vandaag gaan we op zoek naar grote baarzen op groot water. We gaan vissen vanaf de kant. Normaal vis je hier vanaf de boot. Maar ja, nu gaan we het een keer vanaf de kant doen. Op zoek naar de grote baars. We gaan vissen met de Seerig, Netrig en met de Twitchbait. We gaan het zien. Kunnen wij een grote baars vangen? Een 50 plus baars vanaf de kant? Is het te doen? We gaan wachten komen vandaag. Klein foutje. Ik leg mijn koffertje daar neer. En hij waait van de auto af. En nu ligt alles op de grond. Nice. We lopen nu naar de allereerste stek toe. Gaan we eens even kijken of we hier een dikke vette baars uit kunnen takelen. Misschien een snoekbaarsje van het ondiep afkomt. Het kan zomaar. We gaan vissen rond de 2 meter. Lekker ondiep vanaf de kant. En normaal zie je altijd heel veel visboten liggen. Want ook ik vis hier eigenlijk altijd vanaf de boot. Maar ja, nu vanaf de kant. Je hebt ingegooid met een twitchbait. Dan draai je hem even 3 slagen op diepte ongeveer. Wat je doet is gewoon letterlijk met je hengel op twitch. Geef gewoon 3 tikken. Dan draai je weer strak. Twitch. Draai me strak, want dan hangt hij even stil. Dat is eigenlijk wat je doet. Gewoon twitch. Stil laten hangen. Strak draaien. En weer hetzelfde doen. En dat is hoe het werkt. Heel simpel eigenlijk. Het is echt geen hoge wiskunde. En het aasje gaat vanzelf heen en weer eigenlijk. Er ligt hier dus een best wel grote dode vis. Ik denk dat het een karper is geweest. Maar als je kijkt hoe groot het is, als ik ernaast ga staan met mijn voet. Die kop is gewoon zo groot als mijn voet. We hebben 2. Die karper is gewoon bijna een meter lang geweest, joh. Bizar. Hier gingen we voor vandaag, grote baars. 47, we hadden het net opgemeten, zei ik, is 49, misschien 50. Zei ik, laten we even het meetlatje even goed recht neerleggen. Toch 47. Daarom altijd even gewoon 2 keer meteren, weet je het zeker. Wat een vis, joh. Bruut, echt heel bruut. Super blij mee, op de Twitchbait gevangen. Dus ik ben meer dan tevreden al vandaag. Ik heb al een snoek gevangen, daarvan komt nu een foto in beeld. Ik kan daar mijn camera nog even laten liggen. Maar in ieder geval mijn tweede vis voor vandaag. Een leuke baars. Kijken of we nog eentje groter kunnen vangen, want het is net geen nieuw pair. Die zat op 48,5 voor mij. Wat een vis, echt bizar. Super dik, echt een typische winterbaars, zo met een dikke pens eronder. Daar ben ik echt heel erg blij mee. We gaan even gauw door. Gijs is aangekomen bij dit stekje, dus Gijs mag nu even een mooie vis vangen. En dan hoop ik geen 50, want dan word ik heel jaloers. Maar laten we gauw weer ingooien. Oh, heel mooi raakje hier. Ja, ook net zoals de mijne. Ook voor mij de eerste snoeken hier op de Twitchbait. En hoe noemen ze het ook alweer? Stropdasje, hè? Nou, gaan we terugzetten en dan hoop op mooie dikke baars. En als de moeder bijt van de meter plus is het ook goed. Dus we gaan hem gauw terugzetten en door naar de volgende. We gaan gauw door en kijken of we nog een paar baarsen kunnen vangen. Op zich is de vis wel actief, want we hebben nu 2 snoeken en een baars. En dan 1 aanbeet gemist nog van Brett, die even hing. Dus op zich zijn de vissen actief genoeg. Dus, en we hebben nog wel even vandaag, dus we gaan ons best doen om nog een paar mooie vissen voor de camera te krijgen. We vissen vandaag dus op groot water. Het zijn 2 grote, ja wat is het eigenlijk, meer een plas, zoiets. En de rivieraftakkingen zitten hier allemaal omheen. Zoals je kan zien, het leeft in ieder geval vis op, dus het werkt. De vissen liggen zeer ondiep, we vissen denk ik op een meter of 1, 2, misschien max. En eigenlijk de vissen die we pakken komen allemaal van het ondiep af. Bijna tegen de kant aan. Maar deze zit echt muur en muur vast. Waarschijnlijk net zoals jij, ook onder een steen geschoven of zo. Kijk. Oh. Maat. Ik heb hem. Tweede vis van mij. Mooi snoekbaars. Weer op de Twitchbait. Nou, hij kwam denk ik echt van een metertje water af. Dus ze liggen al lekker ondiep. En leuke verrassing eigenlijk. Want ik had hem niet zo verwacht hier. Dus leuke verrassing. Dus we gaan deze gauw terugzetten en dan hopen dat ik ook nog even een dikke baas kan vangen, net als Brett. Nou jongens, het was een mooie snoekbaars. En eigenlijk, zo goed als we hebben nu 5 aanbeten had ze maar. Brett van 1 baas verspeeld. En eigenlijk
op één, nou ja, die ene aanbeet die verspeelde na eigenlijk, komt alles echt, nou ja, vanaf binnen 3 meter uit de kant eigenlijk. Alles komt echt heel ondiep. Dus ja, we zien het hier ook aan de boten. We staan op groot water. We zien alle boten ook. Die liggen ook allemaal tegen de kant aan. Je ziet eigenlijk niemand in het midden vissen. Dus ja, dat is voor ons aan de ene kant ook wel gunstig dat de vis ondiep ligt. Want dan kunnen we er in ieder geval makkelijk bij komen. Dus we gaan gauw verder en we weten dat ook weer. Brett, we hoeven niet zo ver te gooien. Het is tijd te verkassen. We gaan door naar de volgende stek. Daar moeten we eventjes door het water heen banjeren met ons waterpakkie. Dus ik heb hem ook mee. Gijs had hem net al aan. Ik nog niet, want ik had hem nog niet nodig. En Gijs zei al, als één iemand hem even aan heeft om een baars te pakken uit het water. Het was makkelijk. Nou, dat klopt. Was inderdaad even makkelijk. Maar ik heb hem zometeen ook nodig, dus ik ga hem zo aantrekken. We gaan in ieder geval even lekker rijden. Half uurtje. Even lekker zitten. Daar ben ik ook alweer aan toe. We hebben nu 4 uur op deze plek gestaan. Maar het was wel waard, want ik heb een goede baars. En Gijs heeft een snoekbaars en een snoek. Dus op zich helemaal prima. Maar ik moet nog eventjes een snoekbaars vangen en Gijs nog een baars. Dan hebben we allebei alle 3 de soorten. Dat zou wel top zijn. We zijn nu dus aangekomen op de volgende stek. Dan gaan we lekker het water in. En even kijken hoe ver we kunnen lopen. Ik denk dat we best wel een stukje kunnen lopen, want het ziet er heel ondiep uit. En dan gaan we even de talutrand afvissen. Ik ga vissen met de Zeerig en Gijs gaat vissen met de Netrig. De nieuwe aasjes van Catch With Care. Binnenkort komen ze uit. En dan kan je ze ook kopen. Ik vind het echt super aasjes, maar ja, het is natuurlijk wat je zelf al vindt. Nu is het nog het proberen waard om wat op te vangen. Maar in ieder geval gaan we deze stek even heel goed uitvissen. En dit is nou exact waarom Gijs tegen mij zei, je moet de waterpak aan. Want je kan het zien, je staat best wel een eindje in het water. Want daar begint het en daar staat Gijs. Het is echt wel een dikke 20 meter die je kan lopen in het water. En je kan nog verder eventueel. Nieuw nettrickje. Ze hebben 3 varianten. Je hebt deze. En allemaal zijn ze elastisch zoals je kan zien. Dus je kan lekker rekken. Dat betekent ook dat ze drijven onder water. Dat is natuurlijk wat de nettrick doet. Je hebt de worm. Je hebt de gecko. En je hebt de crawler. En de pickpickler. Dat zijn eigenlijk alle 3 de namen van de nieuwe aasjes. We gaan nu weer even terug naar de andere kant van het water. Dan gaan we even kijken of het de stek een beetje vrij is waar we vanochtend eigenlijk wouden beginnen. Maar toen lagen er allemaal boten en weet ik het allemaal. Dus we hebben hem even overgeslagen. Dus we gaan nu even kijken of die wel wat vrij is. En dan... gaan we hopelijk daar nog even wat eruit rossen. Want we hebben vandaag wel gezien dat het niet uitmaakt of er een boot op onze stek gelegen hebben. Want we hebben tot nu toe overal vis gepakt en we zagen de boten niks vangen. Dus hopelijk werkt het op de volgende stek ook nog even. We hebben 1 nadeel op dit moment en dat is dat de wind eruit geklapt is. En dat maakt het soms wel eens heel lastig. Om te vissen is het heel chill, want ja, hè, geen wind, dus je gooit een stuk chiller. En je hebt veel beter contact met je aasje. Maar qua vangst is het heel stuk minder. Namelijk als er namelijk stroming staat of wind, dan zit er een beetje roering in het water. En dat vinden vissen toch altijd wel prettig. Maar nu is het helemaal kalm, niks meer. Terwijl schemert, dus dat is meestal wel weer een heel goed dingetje. We gaan het zien. We zitten nu dus in het laatste uurtje dat we nog kunnen vissen. Dan is het donker. En ja, voor roofvissen is de schemering, de ondergaande zon, altijd gewoon onwijs goed. Dus misschien dat er nog een snoekbaarsje gaat happen. In het donker, misschien met de schemering. Snoekje kan. Maar we hopen natuurlijk nog steeds op een dikke baars. En het liefst zo'n dikke 50er. Dat zou toch top zijn? Het is echt helemaal doodgevallen. Ik had het eigenlijk vooraf al een beetje voorspeld van ja, waarschijnlijk in de middag, als de wind eruit klapt, sowieso in de middag, wordt het heel taai. Ik had gelijk, het werd heel taai. We hebben niks meer bijgevangen helaas. Maar goed, we mogen echt niet klagen met wat we hebben gevangen. Ik ben in ieder geval tevreden over vandaag. Mooie baars en een leuk snoekje gevangen. En Gijs, wat ben jij? Ja, eigenlijk niet helemaal tevreden. Ik had eigenlijk ook nog even een mooie baars willen vangen. Maar goed, uiteindelijk een snoekje en een snoekbaars. Dus in dat opzicht prima. Maar we hadden wel even wat meer baars willen zien eigenlijk. Ja. Voor het mooie. Maar ja, goed. Ja, joh, voor het mooie hadden we natuurlijk gehoopt op meerdere grote baarsen. Maar goed. Op zijn minst 1 baars. Hè. We mogen niet klagen, want het had ook gewoon 0 kunnen zijn. Dus ik denk dat we nu lekker terug gaan lopen. Het is bijna donker. En dan gaan we denk ik maar even lekker wat eten. Want mijn maagje heeft honger. Hoe is het met jou? Ja, ik lust denk ik ook wel een klein patatje. Een Happy Meal voor volwassenen. Ja, dat ga jij halen zeker. Gijs gaat voor een Happy Meal voor kinderen. Nou, zoals we net al zeiden, we hebben in ieder geval lekker genoten vandaag. En we gaan in ieder geval lekker eten en naar huis. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe het blauw duimpje omhoog. Laat even wat weten in de comments. Waar ik de volgende keer op moet vissen. Wat willen jullie zien? En moet ik gaan karpen vissen in de gesloten tijd? En vergeet uiteraard niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Doei!